Gaat naar één keer. Hup. 1301 voor de 30. Ja, is medeplichtig. Meneer, in de eerste cel bij HB vraagt een agent met spoed. AM en een B-rijwijs heeft 6.500 euro. Dat is wel iets makkelijker, moet heel even wennen nog. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video en we gaan een potje GTA spelen. Dat kun je uiteraard zien in de titel. Wat we wel even wat nieuws gaan doen is... op aanraden van jullie, jullie zeiden de hele tijd, Willy, je moet het met controle proberen om beter te rijden. Nou, kijk eens wat ik hier heb, ik heb mijn controle. En Joey heeft me enigszins geholpen met het installeren. Dus dat gaan we proberen voor het rijden. En je ziet het al, we zitten met z'n tweeën in de dienstauto. Joey is er gezellig bij, die is nog even wat pakken, dus die komt ook zo in de stream. En op advies eigenlijk, omdat jullie het vorige keer leuk vonden. Eenheden ook af. Ondertussen gaat de melding, die begint al. Want we zijn al in de game. Maar ik wilde zeggen, we gaan een half uur draaien. Uiteraard afhankelijk als aan het einde nog een beetje een melding is of niet. Zonder te knippen. Dus we gaan in één stuk door. Nou, dat is het eigenlijk. En volgens mij is er nu een melding van overal. En Joey is er niet, dus we gaan die melding voor eens even erin zetten. Waar is die overal helemaal? Oh, daar. Oké, okay, zet een melding van de overal in en ik ga rijden met de joystick. Ik ben benieuwd, boys en girls. Oh, wacht, al draadjes nu ineens. Ja, dat is. Ik denk dat het wel. Hallo, ik ben er. Hallo. Hallo. Half uur zonder te knippen, dat wordt spannend, man. Oh, damn, ik heb jij de intro gehoord, dat is super cool. Hey, maar we hebben een overval wel, of niet, Jan? Ja, ik zit nu. Je hebt je handen omhoog. Ik ben nu met de controle aan het rijden en dan kan ik niet bij. Niet bij mijn spraakknop. Dus dat moet ik even ping doen, man. Dan moet ik het even aanpassen zo meteen. Maar geen spraak met de controle. Het gaat heel. Ik heb de gordel er ook. Scheuren met die bak nu de controle heb. Oké, dit werkt inderdaad wel iets makkelijker. Ik moet heel even wennen nog. Ik heb het net echt serieus een minuut even geprobeerd. Dus gas geven, remmen. Maar verder moet ik even spraakknopjes. Kijk, ik heb op Alt heb ik namelijk mijn. In ieder geval dat ik kan praten met iedereen. Dan, normaal als je loopt, zit natuurlijk in de buurt. Maar nu is het even toch lastig. Deze overval is wel relatief ver. Hoe snel rijden we eerst? Links of in. Ik vertelde net aan de kijkers dat dit voor mij een hele leuke episode gaat worden, Jan. Aangezien, jij niet kan praten, omdat je niet bij je spraakfoto kan. Dus dat wordt echt super gezellig. Ja, ik ga daar straks even wat doen, maar niet tijdens het rijden. Kijk uit. Kijk je dat dus. Maar beste heren en dames, wat vinden jullie van dat we de controle... Oké, dat gaan we dus even wennen. Volgens mij, ik rijd een stuk beter, toch? Oké, dat is misschien niet helemaal eerlijk, want we zitten op de snelweg. Andere eenheden. Zijn er al mensen geplaatst waar die overval over? Sirene, zijn de buurt van de overval. Dat hoor, is het ook. 13-2 komt ze uit. Ik vond het toch een beetje irritant. Jo, je hebt even contact met de meldkamer. Nee, het lijkt wel of hij nou een beetje een delay is van controle. Zo, het niet. Collega's, 13.02. Ja, hier de 13.05 heeft een vraag. Zijn er al andere eenheden bij de overval aanwezig op dit moment? Ik heb twee man aanwezig. De verdachten zijn weggekomen, ze rijden op een motor. Hoe de motor uitziet is niet bekend. Ze wordt zo doorgegeven door een collega die ter plaatse was. Oké, 13.05, ga even uitkijken in de omgeving. Maar ik hoor net iemand heeft 13.05 hier, de 13.01, ik heb 2 maal aanhouding. Waar? 13.01, locatie? Sandy Shores. Betreft dat de overvallers? 13.01? Jazeker. Oké, dan. Dat is waar we heen moeten.
Nou ja, als het goed is zijn de mensen al aangehouden. Als ik het kan afluisteren van het radioverkeer. Eentje dan? De locatie heb ik net per GPS gezonden, de 405. Jop, staat erin. Daar rijden we net langs, hè? Ja, ik zag ze ook al staan, alleen hier is het dus. Oké, nee, top. Gok dat wij er wel eentje mee kunnen nemen. Ik rij maar even mijn stuur op. Ja, is goed. En wil je ook even de auto van het slot af doen? Want je hebt in de slot erop gezet. Top. Ja, sorry. Dat is even met die controle, dat weet ik niet helemaal. Zo, ja. Hi. Wat heb je? Die andere moet ook mee? Ja, is medeplichtig. Goeiedag meneer. Loopt u even met... Meneer? Goeiedag meneer, goeiedag. Loopt u eventjes met mij mee? Met ja, natuurlijk. Top. Loopt u mee? Is hier gecrashed, collega? Wat blieft? Ja, hij was inderdaad gecrashed. Hij kwam tegen mijn voertuig aan. Dat is wel een makkelijke aanhouding, stap er maar in. Oké, je mag even achterin stappen, meneer. Ja. Oh, CD 130. Ik kan niet instappen, meneer. Ik ga met één verdachte richting bro. Oh. Sorry, ja, sorry. Hey, meneer, dat is niet de bedoeling, hè? Ja, sorry. Erin, Jan? Ja, excuseer. Dit is zwaar, joh. Moet ik rijden? Oh ja, rij met trouwens. Ja, rij. Ga jij dan achterin? Ja, ik heb helemaal gelijk. Zo jongens, hier allemaal aan de hand. OC, de 1305. Waar moeten de verdachten zijn? Geen bericht tussen. Waar gaan we heen brengen, collega? Nou, waarom ik je bracht, meneer? AB. Ja, is goed. Meneer, het volgende. U wordt verdacht voor medeplichtigheid aan een overval. U hoeft geen antwoord te geven op vragen die ik van collega's aan u stellen. En u mag een advocaat raadplegen. Ja, de advocaat is gecontacteerd, want ik heb niks mee te maken. Was gewoon, ik stond gewoon stil en een persoon stapte op mijn broer en ik reed gewoon weg, dus... Duidelijk verhaal, u was er snel bij. Waar gaat u de advocaat heen sturen? Ja, ik wou eigenlijk hier naar deze bureau sturen, want ik weet niet waarom dat jullie helemaal naar het andere bureau rijden, want er was een bureau keidicht in de buurt, dus ik weet niet. Wij hebben op dit bureau geen mogelijkheid tot insluiting. Wat blieft? Het probleem is dat we in dit bureau geen cellen hebben. Ah, maar dat maakt niet uit hoor. Ik ga toch niet weglopen. ik ben toch niet medeplichtig, dus ik heb hier niks mee te maken. Een goede advocaat kan, kan dat... We gaan het horen. Ja, maar ik heb hem nu al opbellen of niet? Ondertussen eventjes een water drinken tijdens de dienst. Wat zegt u meneer? Maar ik heb hem nu al opbellen. Heeft u de telefoon nog bij u? Ik heb mijn telefoon bij me, ja. Ja, als u hem vast belt, dan scheelt het. Dank u. Hebben wij nog even een slokje water? We moeten goed drinken, hè, Joey? Ik heb een fles water naast mijn bureau staan, dus met ijsbakjes. Hey, in de auto, hè? Ik heb een fles water naast mijn voet staan met ijsbakjes. Wie had hem aangehouden? 02? Ja, volgens mij was dat de 01. 1301, kom ze uit van 05. 1301. Ja, wij zijn met de verdachte richting HB, dat leek ons. Meneer, u mag toch maar 130 rijden? Even moment, meneer. Even contact met de meldkamer. Wie gaat hem afhandelen? Hoe gaan we verder aan doen? Wat heeft hij gedaan? Wij hebben momenteel de verdachte van de overval zelf
die gaan we voorgeleiden. En de verdachte die jullie hebben, dat is gewoon een medeplichtige. Ja, oké, helder. Alleen, ik wil van alles met alle liefde doen, maar ik heb geen idee wat er gebeurd is. Dus het is een beetje lastig. Hij is aangehouden op basis van een winkeloverval. Ja, helder. Alleen hij zegt, nou ja, oké. Maar ik ging van naar HB. De 1301 wordt een best wel voorgeleider. Sorry, we zijn meneer, ik was even te spreken met mijn collega's. Ja, mijn advocaat neemt niet op, dus het zal geen advocaat worden. Ik ga mezelf verdedigen. Oké, okay. Dat mag ook. Ik ben even in overleg met de collega's, die weten natuurlijk exact wat er gebeurd is. Want ik vind het vrij lastig om daar nu uitspraak verder over te doen. Mag ik Ja, natuurlijk. Oh, was dat voor de muur? Dat is ook aan de hoek. Loopt achter me aan? Ja. Ja. Ik ben wel gewond, dus dat is het probleempje. Wat is er gebeurd dan? Van de motor? Nee. Uw politie, uw collega reed over me aan. Dus normaal mag dat ook niet, maar oké. Okay. Over u aan? Over mij bedoelt u? Ja. Dan word ik niet. Dus ik wil daar graag een klacht voor indienen. Lukt het? Even een stukje teruglopen en dan de weer door proberen te gaan. Dat lukt wel hoor. Deur is gewoon open. Ja, het is een lastige deur hier. Maar sorry, wat is een klacht? Als u ondertussen even uw kleding wilt omkleden. En een, ja, ik zal het doen. Een klacht, ja, een klacht mag u altijd indienen. Dat is uw goed recht. Ja, want ik vind het niet fijn dat uw collega over me reed, terwijl ik niks ermee te maken heb, dus... zit jij ook aangehouden? Deze cel. Ja meneer, ik ben ook aangehouden! Tegen jou! Rijd je ook voor een bad, Biel? Heren. Even rustig aan. Meneer, neemt u even plaats in de rechtercel? Komt de HVJ straks voor u voor de voorgeleiding? Ik wil geen advocaat, hè? Ja, ik wil wel een advocaat, ja, maar... niet eigen kon niet bereikt, toch? Ja, nee, sorry, maar ik vind het een beetje oneerlijk, want die meneer stapte zomaar op een brommer ineens, dus ja. Dat moeten we allemaal nog uitzoeken, maar u bent ook verdacht, hè? U bent nog niet veroordeeld. Dus we gaan een en ander uitzoeken. Nee, u mag zich even omkleden. Zo, en dan doet hij het meteen. Jezus. Ja, nou. Het masker. Ik heb dan boeien al afgedaan, ook collega. Mijn masker kan ik wel niet uitdoen, sorry. Die kan niet uit. Oh. Ik werk dan, what? Sorry. Ja, dat wordt aanklacht, aanklacht. Why, yo? Sorry. Ja, aanklacht. Ik wou je gewoon een duwtje geven, vaak valt het er vanaf, oké? Stieke aanklacht. Hij mag even plaatsnemen in de linkercel. Ja, als ik zou kunnen wandelen, ja. Zo, we gaan even naar boven. Is het tijd voor koffie? Zou ik ook even een bakje mogen? Want ik ben net over mijn bek gereden, dus ik zou graag een kopje mogen. Ik zou een koffie brengen. Zo, wat een zaak. Ja, het is goed. Begin van de dienst. Ja. Van de aflevering. Gelijk papierwerk, nee. Ja. Maar hij zegt dat hij onschuldig is. Ja, ik vind het lastig te zeggen. Maar, ja, hij geeft aan dat zeg maar, die gast zijn motor heeft gestolen en hij niet wou dat hij er op zijn motor vandoor ging, dus achterop is gesprongen. Dat is wat hij aangeeft. Ja, maar wat, ja, bewijs waren tegen de collega's? Ja, er waren collega's bij de overval, dus ja, weet je, die hebben het dan kunnen zien, als het goed is. Komen die naar boven? Wat? Kwamen die naar boven? Geen idee. Wat wil je koffie? Niks, zwart. Ik loop het voor mee. Koffie stelen van de baas. Nog goede verhalen? Ik ga morgen een nieuwe uniform waren, hoor ik. Ja. Zeker.
Even kijken. Hey, waar is die koffiepot gebleven? Die stond toch altijd in de koffiepot? Niet dat ik weet, maar ik ga de deur ook niet open. Hmm. Ja. Mag ik niet meenemen. Magische vingers. Hebben ze de koffiepot hier naartoe verplaatst? Die is dicht, maar ja, oké. Ik kan niet vinden. Ja, morgen het uniform bepalen. Automaat. Ja. Ja, morgen het uniform bepalen, man. Ja, het groene en het blauwe. Dus dan krijgen we binnenkort ook video's met het blauwe en groen. Nou, het blauwe mag ik nog niet meenemen, mag ik alleen passen. Dat krijg ik dan over 3 maanden als ik mijn paraat heb. Mm-hmm. Dus ja. Maar ja, als het goed is mag je een GoPro'tje mee in de opleiding, dus dat is heel vet. Als ik die beelden mag gebruiken, als er toestemming voor gegeven wordt, dan is dat wel leuk, ja. Om dat een beetje te laten zien. Oké. Ik ga echt dood hier, man. Wat dan? Ja, ik heb die studiolamp aan, toch? Dat is extra warm. Oh. Oh, mijn god. Laten we even kijken wat de collega's zeggen. Ja, ik doe dit. Wat hebben we beneden, collega's? Of we laten hun het gewoon afhandelen? Ja, ik weet niet hoe ver ze zijn. Lijkt me wel. Dan doen we het transportje. Ja, toch? Dat is op zich wel een real life ook. Dus je bevinding en aannames privé, je boekt hem in en dan is het een dossier. Ik heb het van politie nog vergeten. Collega's? Ja, zeg het. Was er een HVJ onderweg of niet? Ja, maar eigenlijk wil ik een klacht indienen, want een collega daar die. Oké, handelen jullie dit verder af? Want wij zijn er niet bij geweest, dus wij kunnen ook niet echt oordelen over de zaak. Ja, dat is prima. Wat? Ik was weerloos en die met zijn. Pas erbij. Ga open deur! Of... Ik weet het niet tegelijk. Het is een verkeerde auto. Het is onze auto. En je maakt het gelijk schade? Nee, het is geen schade. Ah, het is, ja, nog geluk ook. Oké, nou, de eerste melding hebben we gehad. We hebben transport gedaan voor 2 overvallers. De dienst begon wel goed, maar het waren ook een beetje dom. Want volgens mij zijn ze op de vlucht geslagen. En toen met die motor tegen een politieauto aangereden. Mm-hmm. Dat is tenminste het verklaring van een collega. Ik weet niet wat echt gebeurd is. Ja, een beetje hetzelfde als wat wij gisteren hadden in de nacht. Van die gast die vol over onze motorkap heen reed. Dat is wat er weer. Oh ja, ja. Ja, die gast van de rijbewijs. Ingevoerde rijbewijs. Daar moet ik wel een vlog van maken, inderdaad. Ja. Ja, we maken hier dingen mee op de Zandse eiland, joh. Dat is niet normaal. Niet normaal. Alright, waar gaan we heen? Wat gaan we doen? Ja, ik weet niet. Die wietkwekerij geloof ik wel. Ja, ik ook wel. Ik wilde gewoon een keer een melding binnenkrijgen van, oh nee, ik ben aangereden, help, spuw, zoiets, weet je wel. Ik ben aangevallen door iemand. Weet ik veel, iets anders. Hoe zit het met de andere drugslocaties eigenlijk? We kunnen wel even bij Actie kijken, of bij Mef. Dat zijn wel populaire locaties. Die? Mef van Pepamine. Dat bedoel je toch? Jazeker. Nou, gast erop, natuurlijk rijden. Yes. Ik zal dus even kijken, we hebben 6 agenten, 2 taxichauffeurs, 3 wegenwacht en 2 artsen. Wat is dat vlammetje eigenlijk? Wat is dat? Ik weet niet. Even kijken of alles hier goed gaat, hè. Oh, ja. Meneer, alles goed? Goedendag. Okay? Hallo meneer. Ja, hoor. Waarom... U heeft pech, gok ik? Ja, dat was een auto die vol tegen me aan was gepeukt en dan is oké, dit is schade. Zat er tegen het verkeer in? Met bijna al mijn deuren eruit volgens mij. Jij mailt nee, Open even mails. Het kenteken van mijn oplezen. Stop. Ah ja, natuurlijk. Blijf even kijken dat alles goed gaat, hè. Dat u
er niet weer een aanrijding gebeurt. 6-8. Foxtrot Lima, India. Foxtrot Lima, India. 3-7-4. 3-7-4. Gerry Schuurmans. Zo. Oh, dat is niet best. Bam. Meneer Schuurmans, collega. Ja. Is in bezit van een AM en een B-rijwijs. Heeft €6.500 aan boete opgestaan. Oké. Nou, dan niks bijzonders toch? Geen bijzonderheden. Nee, verder geen bijzonderheden. Oké, top. Heeft u een mededeling van die boetes? Oké, top. Meneer Schuurmans. Ja. U bent hier meneer Schuurmans trouwens? Ik heb het kenteken wel. Ja. Ik zie dat u nog wel aardig wat boetes erbij overstaat. Het is nog 6.500, u zit nog onder de 10. De 10 is zeg maar de grens dat u heeft al de meeste boetes. Dus, deze wil ik heb ze laatst zo ver mogelijk afbetaald. Nou, dat is netjes. Heeft u nog 6.500 te gaan, maar dan weten we het in ieder geval. Yes. Hey, fijn. Yes, top. Ja, jullie ook. Hoi hoi. Succes, Joop. Zo. 6.500 euro boete, dat is allemaal snelheid. Mm-hmm. Het is wat. Ja, het gaat ook wat sneller hoor met die flitspaden. Maar het kan ook zijn dat je 900 rijdt en vaak alweer een boete van 400. En dan, ja. Als je een beetje veel bij Blokkenpark in de buurt rijdt, dan staat er een stuk of 3-4. Die je altijd nog meepakt. Ja. Zeg maar als je van door de stad heen bent gekomen, weet je, dan heb je 3-4 meegepakt ongeveer richting de snelweg. En als je daar allemaal de snelheid niet aan de snelheid houdt, dan zijn elke keer 4 boetes. Is die auto links, hè? Zat er aan je wit? Nee, ik kon niet goed zien. Nee, er zit niemand in. Oké, take a check. Weer opnoemen? Oké, Delta. Victor Tango Delta 956. Sound muted. Nul resultaat. Sound resumed. Je werd ook onzichtbaar toen je erin ging. Het is een enge auto. Nou, hij is in ieder geval van niemand en fictief slepen we hem nu weg. Oké. Okay. Fictief weggeslepen. Nee. Richting methamphetamines. Oké, okay, dat is een beetje hoog staan, hè? Ja. Snelheid, duw. Jezus. Wat is dat? Ja. Hij loopt nog steeds op ons uit. Meneer, in de eerste cel bij HB. 580. Een agent met spoed. Hij is heel geïrriteerd en wordt agressief. Twan, ik ben nu bij HB, dus ik hoop dat ik al weet u. OC 1305 voor de collega's zit achter een voertuig aan. We gaan richting centrum. Wil niet stoppen. Meerdere rode lichten. Ja, een keer veel stoplichten. Ja, stoplichten, verkeerslichten en stopsteen. Waar is die? Pas. Heb ik een eenheid die ik kan aanhaken? Rijden nu richting Blokkenpark? Nee, nu richting Blokkenpark. Naar rechts. Naar rechts. Naar rechts bij Jobcenter. Jobcenter.
gaan richting haven. Zie je nog? Oeh, Joey, Joey! Blijf op de weg! Oh my god. We gaan richting Aquaplanner. Komt er iemand ter ondersteuning? Ik heb geen idee. We zijn richting de drugs verkopen. Punt. Oké, ik ben bij HB en afhandeling van de zaak, dus ik kan helaas ook niet komen. Dus ik weet niet of iemand anders kan aansluiten. Zit hem? Ja, volgens mij wel. Stuur de motor uit nu. Motor uit. Voor wat? Voor wat? Negeer van stopteken. Uitstappen. Stopteken? Heb ik een stopteken gehad? Zo, niet zo'n beetje ook. Uitstappen nu. Voor? Want ik vraag het nu. Ik vraag het nog één keer. Up. 1301 voor de 1305. Nog eenmaal locatie graag. Bij de wietverpakker in haven. Strand. Verkoop, verkoop, verkoop. Dat is vernomen. Verkoper is het. Hij stopte even, maar hij is weer vandoor. Waar is hij nou? Hij zit hier sowieso vast. Kijk jij achter ons, dat hij daar niet voorbij schiet? Is hij wit strand? Misschien. Ik twijfel wat ik moet doen nu, weet je. Ik had hem net al slim, maar... We zijn hem kwijt. Achter in de hoek van de... Eén moment, volgens mij weer. Nee, nee. Nee. Ja, we zijn hem kwijt ten hoogte van de wietverkoper. Hij zit daar of op het strand of in de hoek. Het gaat om een soort sportwagen. Groen van kleur, laag. Groen-zwart. Groen-zwart, één persoon. Bugatti. Wat is voor nou met 1305? We gaan ernaar uitkijken. Dit is wel lelijk, hoor je nog. Daar! Hij rijdt daar. Oeh, scherp. Links, denk ik. Hier is het. Zo. Is hij dat daar? Ja. Moet jij eens in dit gebied zijn of hij is er net uit? Dat is vernomen en we gaan even kijken. Tussen de hoekjes en gaatjes. Dat is die bus, hè? Ja. Ja, Joey. Dat is een pijn, denk ik. Oh my god, ik zag hem en hoe kan ik dan in die korte tijd wegschieten? Hij gaat hier echt door, of niet? Maar wat zou jij doen, weet je? Wij pakken altijd de hoofdwegen, toch? Ja, als je slim bent. Waarom heb je die borden aan? Als je slim bent, doe je dat niet. Ja, soms is het ook, zeg maar... Dat op jouw scherm ik een bord raak en op mijn scherm niet. Ah. Ik denk dat het verstandig is dat we even naar Blokpark rijden. Want daar zou die nog goed kunnen zijn. Ik geef het die kant op. Ik zag hem echt net op de hoek staan, echt nog geen minuut geleden. Ja, hij heeft waarschijnlijk wel, ik denk dat hij onderweg was naar de drugs te kopen. Dus hij weet ook niet waar ze naar uit moeten kijken, weet je. Je hebt wel toch, een doorgegeven. Ja, maar... Hij valt op die auto. Ja, dat zeker. Richting zeg zo? Nee. Is het druk ineens zien? Ja, volgens mij staan NPC's eraan. Dat ik daarom een beetje last heb van mijn PC. Links? Nee, de bus die gaat verkopen.
Hij reed vol op een paal. Echt? Ja. Wat gaan we nu doen? We laten die auto stikken? Nee, nee, ik ben nog steeds aan zoeken. Die auto daar, die wietverkoper mag mee pakken. Ja, de wietverkoper is dicht op dit moment. Die is alleen overdag open. Oh ja, tuurlijk. Oeh, wegrijven, dat is hem. Lijkt erop, hè? Ik denk dat hij naar Blokkenpark is, hoor. Ja, waarschijnlijk staat zijn auto al veilig in de garage. Maar echt meer kenteken. Gewoon dat moet prioriteit 1 zijn. Dan heb ik er zoveel meer aan. Ja, we hebben daar achter. Ja, we hebben toen gestaan nou dat dan. Ja. Ik had mijn auto iets moeten draaien, had een kenteken gehad. Ik moet even tanken trouwens, hè. Ik heb 9% te voorzien. Hier is het tankstation. Oh my god. Oh god. Wat is het? Ja, dat die auto zo doet. Ik weet niet, wij stotje over de hele map heen. Ja. Heb je de begrenzer aan staan trouwens? Nope. Oké, okay, want als je die niet, als die aanstaat, dan gebeurt dat ook, zeg maar. Oké, okay, nou. Ik zeg aftanken, einde van de dienst. Ja, is goed. Het was spannend met die auto het laatst, man. Helaas. Ja. Oké, okay, voor jullie allemaal. Het half uurtje erop. Ja, zo gaat het nog eenmaal. Het gaat sneller soms even verwachten. We waren best wel druk. Dus wij gaan nog even de auto aftanken. En dan bedank ik iedereen voor het kijken. Laat nog even een duimpje achter bij mij en bij Joey op beide kanalen. Het zou vet zijn. Abonneer helemaal, het helemaal cool zijn. En wat helemaal leuk is. Morgen gaan we gewoon weer verder met een nieuwe video. In ieder geval bij mij, bij Joey weet ik het niet. En dan kun je weer kijken. Ik doe mijn best, oké. Nou, later. Later.